Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eva en ik ga vandaag even laten zien wat ik ga eten en wat ik ga doen. Want de planning is dat ik samen met twee vriendinnen, ik heb vandaag met twee vriendinnen afgesproken. En de eerste is zo direct eigenlijk al, dus ik heb een halve smoothie vanmorgen, maar met vier bananen, met geen kokosmelk, maar met een beetje amandelmelk en met spinazie. En we gaan zo ontbijten, officieel, brunchen. En het is alleen een nieuw tentje, ik ben er nog nooit geweest. En we hadden het een beetje last minute beslist, dus ik heb geen idee hoe de vegan verhouding is. Dus we gaan het zien, het is een beetje spannend. Ah, dan moeten we heel even wachten. Ja, schat. Grote fruitsalade. Het is maar goed dat die groot is. Want, ja. Alleen een appel. Zo, weer thuis. En ik ga ondertussen in de auto, omdat het ondertussen 1:15 is, wat rijsttafels eten. Want de afspraak met de volgende vriendin. Het staat zo al op de planning, dus daar ga ik zo naartoe rijden. De eerste ding, ondanks dat het dus een hele grote bak fruit was. Volgens hun in elk geval. Grote fruitsalade. Het ben je niet heel erg vol. Dus ik was heel blij dat ik mijn ontbijt gewoon had gegeten. Zo, ik ben aangekomen bij een vriendin. En onderweg twee rijsttafeltjes opgegeten. En het was pokkendruk. Lekker file rijden. Yes! Hey, samen met Michelle en ze heeft echt super lekkere bak fruit en sla gemaakt. Het ziet er zoveel beter uit. Top! Geniet ervan! Welkom in de file. We staan stil op de snelweg. Gelukkig heb je deze wapens mee. Zo, even snel boodschappen gedaan. En wat mij verbaast is dat eigenlijk alles zo ontzettend veel in plastic zit. Dus ik ben even benieuwd of iemand anders daar een goede oplossing voor weet. Goed, ik heb in de auto nog, buiten die rijstvouw die je net zag in de file, nog twee maiscrackers gegeten. En dan ga ik nu lekker koken. Ik heb even nog een broodje gehaald, want ik heb een trek. Broodjes. Willems burgerkaas en een plakje van de vegetarische slager en deze is vegan. En dit zijn de waardes voor degene die het wel weten. Het eindresultaat. Ik had nog een klein restje teriyaki en heb ik een vaas erbij ingedaan. Dan ga ik zo direct in bakken, want ik heb nog rijstsliertjes. Rijstnoedels noem ik het altijd maar mihoenoedels of whatever je wil noemen. En dat ga ik lekker opwarmen.